Ja, ik weet niet wat ik daarom zit te doen, maar het duurt me toch lang, jongens. Mattie en Wietse, een week lang geboeid. Hi, doe jij de koptelefoon op of niet? Dan begin jij? Ja, dan begin ik, ja. Het zit me allemaal aardig hoog namelijk. Dag 3, het is woensdagmiddag rond een uurtje of 4. Ik moet zeggen dat het aan elkaar geboeid nog redelijk prima gaat. Maar op een gegeven moment waar we ook al een beetje bang voor waren, slaat de vermoeidheid wel een beetje toe. En dat ja, trekt toch wel zo'n wissel op dat geboeid zijn. Want ik heb, ja, ik zeg het is woensdagmiddag nu. Ik heb net een dutje gedaan. Ik ben er eigenlijk verrot eruit gekomen dat ik erin ben gegaan. Dan sta je ook nog ergens midden in het Amsterdamse bos op woensdagochtend met 16 honden om je heen. Dat is dan een verrassing voor Mattie. Ik probeer hem tenminste nog aan een vrouw te helpen. Kijk wat ik ervoor terugkrijg. 16 lelijk stinkende honden om me heen die ik uit moet laten. Het is nog. Hierna nog één volle dag en dan nog een ochtend en dan moet het goed komen. Ja, het punt waarop Mattie vervelend wordt is als hij iets anders wil dan dat ik wil natuurlijk. En dat begint nu wel een beetje een pijnpunt te worden, zeg maar. Dat, ja, weet je, als ik even naar die koelkast wil lopen, ik wil daar even heen lopen. En hij wil dat niet, dan gaat hij ook een beetje eigenwijs doen. En dan wordt het gewoon een heel kinderlijk touwtje trekken uiteindelijk. We gaan straks nog koken, dat gaan we ook nog doen. Maar voor nu denk ik echt, ik zou wel gewoon even gewoon in mijn bed willen liggen. Mijn hoofd onder de dekens, dat zou ik het lekkerste vinden. Zitten mensen te wachten. Ik ben heel moe. Ik ben echt moe. Ik werd vanmorgen wakker en dat is dan zo'n reality check dat weer die boei om je pols zit. En dan denk je, jeetje, we moeten weer de hele dag. Weet je, het is eigenlijk continu dat moment. Ach, ik zit nog steeds aan Wietse de Jager vast. En dat begint nu zo heel langzaam een beetje parten te spelen eigenlijk. En ik heb het idee dat hij zich een beetje begint te storen en dat ik toch echt wel een beetje laks word met die kabel die tussen ons in hangt. We blijven toch wel vaak achter dingen steken. Ik vergeet de kabel vaak. Waar ik de eerste dagen nog wel eens netjes op hem wacht, dan merk ik nu toch, en dat steek ik hand in eigen boezem, dat ik vaak gewoon links of rechts afga en denk, oh jeetje, hij zit er nog steeds vast. Ik hoop dat we een goede nachtrust hebben, want ik heb echt wallen. Er rijdt politie op rond. Als ik iets moet noemen, dan is natuurlijk echt wel toiletbezoek bij hem. Ja, ik weet niet wat ik daarom zit te doen, maar het duurt me toch lang, jongens. Je kan echt serieus een Jan Terlouw, kan je uitlezen. Dat is echt zo. En ik hoop gewoon dat we heel langzaam zo richting het einde cruisen. Maar eerst nog maar eens donderdag. En dan hopen dat we hier als vrienden uitkomen. En vanavond moeten we gaan koken voor onze vrienden en familie. En of dat goed gaat, dat zie je morgen. We zijn een week lang geboeid. Wil je niks missen? Klik dan hier om je te abonneren. En klik hier om een andere video te bekijken. Niet doen. Niet doen. Eventjes. Nee, niet doen. Nee, jongen. Niet doen.